Dylan Bouwmans, hoe is dat om met je broertje op een podium te staan? Ja, gezellig. En leuk een keer. Gaat hij jou achteraan? Ja, ik hoop het voor hem. Hij doet net als ik even goed zijn best. En heeft de afgelopen jaren wel vaak een keer pech gehad. Maar hij is ook al een keer in de Ronde van Limburg vierde geworden als eerstejaars. Dus hij is goed bezig. Hoe kijk jij terug op dit weekend? Want je staat nu in de witte trui. Je begon dit weekend in een oranje trui. Je pakte veel punten in de openingstijdrit en daarna wat minder punten. Hoe kijk je terug op dit weekend? Ja, met de tijdrit ben ik wel blij. En ja, zo'n waaier koers was voor mij al lang geleden. Dus ik baalde wel dat ik geen punten had gepakt. Maar ja, er komen nog drie koersen aan. Dus ik kan nog alle kanten op. Ja, want Van der Kooi loopt wel uit, maar doet niet mee aan de tijdrit. En ja, in de klimtijdrit in Euro, dan moet je hem denk ik wel kunnen hebben. Kijk jij daar ook zo naar? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het meest gunstigste is als ik straks naar Euro ga en dat ik al de trui heb. Of echt heel een stuk dichter op Bas sta dan nu. Dus ik ga de aankomende tijdritten gewoon zo goed mogelijk en zo hard mogelijk rijden. En dan zie ik wel hoeveel punten ik binnensleep. Want Eurode is nog ver. Kan je die vorm dan zo lang houden? Nou, ik ga nu nog een aantal weken koersen. En dan bouw ik gewoon weer opnieuw op. Neem ik een weekje rust. En dan een trainingskamp. En dan bouw ik gewoon weer een nieuwe vorm op. Dus dat gaat wel, ja. Nederlandse Loterij Topcompetitie wordt mede mogelijk gemaakt door